Nou, met 50.000 deelnemers is de New York City Marathon de grootste marathon ter wereld. En daar hoort natuurlijk een reetestrakke organisatie bij. En dat hebben die Amerikanen gewoon goed in de vingers. In de uurtjes voor de start op de kazerne lopen er honderden vrijwilligers rond die je, nou ja, die je vragen kan stellen, die de weg wijzen. Die eigenlijk alles weten over de organisatie of over dat terrein. Supergoed geregeld. Nou, bij de finish hetzelfde. Er staan weer honderden vrijwilligers die dan wel medailles uitdelen. Of die je ondersteunen nadat je bent gefinished. Niet geheel onbelangrijk trouwens. Ja, hebben ze heel goed geregeld. Wat wel goed is om te weten is als je op het moment dat je bent, dat je weet dat je de New York City Marathon gaat lopen, dus dan wel via een reisagent of dat je bent ingelood. Moet je tijdens inschrijven moet je twee keuzes maken. En dat is of je op eigen vervoer naar de start gaat, of dat je vervoer eigenlijk afneemt van de organisatie. En of je bagage meeneemt naar de start, die je ook weer bij de finish wil ophalen, of dat je dat niet hebt. Nou, voor beide keuzes had ik nee. Mijn vervoer werd geregeld. Ik had ook geen bagage mee. Wat dus wil zeggen dat ik dus geen trui, mijn eigen trui had kunnen aantrekken of iets dergelijks. Maar daarvoor in de plaats kreeg ik wel een gevoerde poncho. Dus niet zo'n plastic ding die je bij veel marathons krijgt. En die je daarna ook direct weer weggooit. Nee, dit was echt een goed gevoerd ding. Eigenlijk een soort van Batman cape met capuchon. Dus dat was supergoed geregeld. Ja, moet je even over nadenken. Je kan dat tot, nou, volgens mij ergens in de loop van september kon ik dat aangeven. Dus ook nadat ik mijn startnummer had gekocht, kon ik dat aangeven. Maar er zit op een gegeven moment wel een deadline bij. Dus dan moet je ruim voordat je naar New York afreist, moet je daar al even over nadenken.